Waarom kiezen jullie voor de nostalgische kermis en niet de normale kermis? Nou, weer een keer wat anders. Ja, gisteren zijn we naar de kermis geweest en ik vond dit ook wel even iets hebben. Met diertjes erbij. Het gaat niet zo hard, hè. Kom je echt voor de rust of gewoon voor de natuur? Nou ja, gewoon even iets anders. Ja, gewoon, dit is weer speeltuinen erbij, ja. Wat diertjes erbij. Ja, hapje eten strak daarvoor en ja, lekker. Ik ben er eigenlijk voor om te zorgen dat de kermis niet te vol wordt, zeg maar, qua publiek. En ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe gaat dat verschrikkelijk goed. Het is natuurlijk de nostalgische kermis. Normaal gesproken staat die op de kermis zelf. Wat zijn de reacties hier van het publiek? Het publiek is zeer tevreden. De mensen komen graag nog een keertje terug. En dat horen wij natuurlijk heel graag. Hè. We hebben hier natuurlijk vorig jaar voor het eerst staan. En het is eigenlijk alleen maar positiviteit wat we te horen krijgen, zeg maar. En het publiek wat hier rondloopt, zijn het vooral gezinnen? Zijn dat kleine kinderen? Het zijn hoofdzakelijk ouders met kleine kinderen inderdaad, opa's en oma's. En echt jeugd, zeg maar, vanaf een jaar of 15 zie je eigenlijk niet. Hè. Die zijn weer meer voor in de stad. En het is eigenlijk, je moet het zo zien als een gezellige familiekermis. En is het nog de hele kermis te doen hier of is het over een paar dagen klaar? Nee, we zijn net als in de stad zijn we er tot en met 25 juli.